Ik wil het gewoon vergeten. Nou, wij zijn dus lijsten aan het maken voor onze posters tegen de muur aan. Nu zijn we ze aan het verven. Alles. Ook de binnenkantjes, hè. En waar niks zijn van alle markten thuis. Ja. Expeditie, tangram maken, verven. Je kan ons ook inhuren. Ja joh, hoeveel kosten we? Duur. Oh, kosten duur jongens. We zijn naast klusjes van ook entertainment. Hé, maar het is wel typisch dat wij dit weer op bierkratten doen, man. Best wel zin in een biertje. Hoe laat is het? Hoe laat is het? Is het al vrijdag? Het is nog geen vrijdag en het is echt pas 11 uur, dus het kan. Oh. Aisseline, wat zijn we momenteel aan het doen? Wij zijn het kantoor een beetje aan het, hoe noem je dat, upgraden. Ik ben graag allemaal foto's, een soort van insta-wall maken. Met allemaal foto's van trips die we aanbieden. En van studenten en van de prachtige natuur en de dieren in Suriname. Dus Fleur en ik zijn nu eventjes die foto's laten afdrukken. En samen met Emma zijn we lijsten aan het maken. Wat we hele mooie posters op kantoor hebben hangen. Maar die moeten wel mooi in een lijst. Dus die lijsten zijn Emma en ik helemaal met de hand, met onze blote hand aan het maken. Aan het verven. En vandaag met de symfonist. Ja. Dus als het goed is, is dat deze week is ons kantoor nog mooier geworden dan. Zo, zo. Hallo. Ja, mooi man. Dat is er helemaal? Ja. Top. Ook een kiezen. Ben je blij? Ja. Ik weet nog niet waar die werkt, hè? Nice. Dus ik heb hem nu laten vallen. ja. Hoe gaat het editen? Niet goed. Ik ben klaar mee. Ik stop met vloggen. Ze heeft 2 vlogs gemaakt. En ze stopt. Ik vind het gewoon niet meer leuk. Het leven van een vlogster. Maar wat gaat er allemaal fout? Ja, die video's die accepteert YouTube niet. En dan eindelijk heb ik het weer denk dat ik het opgelost. En dan ga ik hem weer uploaden. En dat duurt weer 4 uur. En dan wacht ik weer 4 uur. En gaat weer uploaden. En dan wordt het weer niet goed. En je mag maar 3 keer iets doen op YouTube. En dan krijg je een fout. En dan wordt je kanaal verwijderd. Dat is ook wel mooi. Heb je 2 vlogs? Ja, dan word ik op weer. Ik kan maar lachen. Oh jongens, dit heeft Mats allemaal over voor de volgers. Lach me gewoon echt uit. Nee, ik lach je toe. Pijn. Ik ben je aan het steunen hierin. Zaterdag, vrijdag, dinsdag. Ja, waar zijn de rest van de dagen ook eigenlijk gebleven, Mats? Heb ik niet gevlogd. Maar als hij nu niet wordt goedgekeurd, dan word je verwijderd van YouTube. Serieus? Nee, dat kan wel echt hoor. Echt? Ja, maar dat ging mijn carrière. Het is stop op jou. Ik denk niet dat Fernandes jou gaat sponsoren, schat. Nou, je merkt wel wie de slimme en de domme is hier op kantoor, hè? Pas erop. Oh. Nou ja, soms moet je creatief zijn, hè, met die moestans in de Suriname. Het is droog tijd, hè. Het is wel droog tijd. Droog tijd met een parasol, leuk. Kom. Ik wil hem niet gewoon even aan laten staan dat de batterij kan opladen. Nee, die laat alleen op als je rijdt. Juist als je niet rijdt, dan gaat hij leeg. Hou er aan de hand, Marceline. Dit is wel leren. Oh, ja. Oh. We moeten dit wel leren. Ja, maar dit kunnen we nu. Kijk, rood op rood, zwart op zwart. Hoppa. Nou, we zijn geconnect. Stay connected. Stay connected van iPhone tot BlackBerry, connect the shit. Van Nissan tot, wat is het? Toyota. Wie gaat starten? Ja! Yeah! Hey! Mooi! Mag niet weghalen hoor. Het moet even doordraaien. Monty. 3, 2, 3. Ik wil zeggen dat ik een super bijzonder leven heb en elke dag alleen maar leuke dingen doe. Maar dat is nou helaas niet het geval. En op woensdag heb ik Kizomba en vanavond is mijn laatste les Kizomba. Dus dat betekent dat ik level 1 heb afgerond. En dan kan je kiezen of je level 2 gaat doen, ja of nee. En Meert is net de première van Sing Song. En Nikki is werken. Dus ik laat nog heel even snel Moxie uit voordat ik naar dans ga.
Dus Meerten is helaas de laatste les met afdansen. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, het is niet altijd een groot feest. Zo. Plasje, Moxie, plasje. Het is sowieso een baby. Maar we weten nog niet echt wat voor vogel het is. En ze is een beetje bang. Dus we gaan even wat eten en drinken geven. En ik kan die een beetje aansterken. Ik heb dus die vogel in die doos gedaan. Auw. Oei, ik heb dit broodje wilde ik een beetje ontdooien. Oh. Zo hard als een steen. Poging nummer 2. Dus die gaat ook toedeloe weg ermee. De vogel zit daar. Denk je dat ik deze vogel kan trainen? Wie weet is dit wat eten. Ik dacht je legt het gewoon in de doos. Oh, we hebben toch rijst? Ja. Ze eet ook rijst. Iedereen eet hier rijst. Pas op. Ik heb ook een beetje van een muesli van Meerte en Nikki. Een van de twee van hen. Zo. Ik hoop dat hij het gaat eten. Dit vindt ze het allerlekkerste. Nu mag ze op schoot. Maar als ik alleen aan het rijden ben, dan moet ze gewoon naast me op de grond zitten. Maar nu is het natuurlijk papi aan het rijden. Ja, dan mag ze met mij gewoon lekker voorin zitten. Ik kan lekker naar buiten kijken en als we het raam open doen, nou, dan springt ze er nog net niet uit, hè Mox? Even wat checken, ja? Ja, ik heb ze allemaal in de riem gezet. Vandaag donderdag en op donderdag is het lekker afvangen. En we hebben vanavond een partybus georganiseerd. En oh mijn god, ik vertel het gewoon nu en ik bedenk me opeens dat ik nog naar Dierbar moet om de drank op te halen. Maar dat komt wel goed. Nee. Nee. Echt geen idee wat Zek nu aan het doen is. Ik ben benieuwd waar hij mee naar buiten komt. En dit is dus echt een van mijn lievelingsdranks hier in Suriname. David. Je kan het kant-en-klaar kopen in de supermarkt, maar dat is echt niet zo lekker als dat deze is. En er zitten allemaal hele kleine balletjes in. Ja, maizena balletjes, dus een beetje flubber jelly-achtig iets. En ik vind het zo super lekker. En Meert en Nikki vinden het echt ranzig. What the fuck heeft hij gehaald? Wat heb je gekocht? Chinese hot sauce. Ben je helemaal daarom hier? Nee, ik zag het. Wat ging je halen hier dan? Ik zou een noedel halen. Een noedel? Een atomic 3 keer hot noedel. Het gaat viral op het internet en zo. En het is ook hier moeten verkrijgen, maar ik weet niet waar. Ik moet wel zoeken. Asana sabago, again and again. Mayan is het. Ay, moi mi si con danzo, moi tanta con danzi no mo, con danzi me ki con nengzi, con lola me ki sapaku so. Moi mi si con danzi, con danzi me konusi, con danzi me kralo. Lekker! Jullie verbeteren super lekker in de zon. Ik stoot alweer op de gegeven. Ik stoot alweer op de gegeven. Ik stoot alweer op de gegeven. Me and you, girl, you and me. Up into the floor, let me see you in the deep end. In the red, no eyes and see. Kijk die Ford Escort, zo mooi ouwe. Speciaal voor je oom. Ja, wat hé. Kijk hem jongen. Wij gaan naar Mungo, Moxie. Mungo. Heel de auto volgeladen voor met spelletjes. Zwemspullen, hondenspeelgoed, honden eten en wij gaan rijden. Ik zie net een klein jongen van 15 jaar achter de stuur van de BMW. Hoe weet u dat hij 15 is? Ik zie het aan zijn gezicht. Nou, wij gaan nog even wat boodschappen doen. Even wat te drinken halen, wat we mee kunnen nemen. Ik weet eigenlijk niet wat we nog meer moeten kopen, Pees. Hey jongen! Watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The nuttiest sound around. So if you're coming up the street and you're beginning to feel the heat, well, listen, buster, you better start to move your feet to the rockin'est, rock steady beat of madness. We'll be right back.
niet echt goed. Lief, Caleb. Goedemorgen, Caleb. Goedemorgen. Waar gaan we naartoe? Wat gaan we doen? We gaan zwemmen. We gaan zwemmen. Heb je zin om te zwemmen? Ja. Heb je wel je zwembroek meegenomen? Ga je in je blote billen? Ik ga de billen op. Oh, je hebt hem er al onderaan. Oh, wat handig. Ik heb ook een andere onderaan. Ja. Bikini. Tot de volgende keer, huis. Oma is helemaal daar. Zo, oma is hard gereden. Hè, Moxie? Ja. En dan maak ik hoop van je handje. Ja, is lief, hè. Blij met je cadeau? Vind je het mooi? Ja. Kunnen we dadelijk gebruiken, hè, bij het zwemmen? Ik heb een boom. Ik ga leren staan. How I wonder what you are. Wauw, zo mooi. Kent die hand ook zingen? Nou, ik denk het niet. Oké, we hebben wat autoproblemen blijkbaar. Dus daar staan ze met z'n drieën. Dat ding had zo zitten. Oh ja, goeie. Dank je voor Petje. Prachtig cadeau van de Action, hè? Ja. Ja. Maat, ik ga je zwemmen met me. Ja, goed idee. Je moet wel blijven vloggen toch, jongens? Ja, en niet. Jeeje. We zijn in Suur. We gaan met de boot naar Frans Guyana. Ik heb mijn paspoort. Moxie gaat ook mee. Moxie. Met de hond, eten gekocht. En we gaan weer teruglopen naar de boot. Dan gaan we weer terug naar Suriname. We gaan nog even naar een strandje toe waar alle kids zijn en al het eten is. Andere keer. Ja. Visafslag. Eten, I am. Ja, kijk. Kijk, alles. Hele auto vol met eten. Dat is spijt voor de roti. Ja, lekker man. En dat hebben we ook. Pom, kip. Ja. Vis. Gevulde sopropo. Gevulde sopropo. Wow. Ja. Ik ga echt alles eten. Cake. En cake. Ik zie koko. En daaronder heb je ook nog meer. Nee. Dat ook. Oh, die heb ik gegeten. Die was zo lekker. Lekker, no? Kijk, Moxie. Speel je met de vis? Hij speelt met de vis, hè? Oh, wow, thanks. Zeg, je hield de deur zelfs voor me open. Ik ben goed verbrand, zoals je kan zien. Terwijl ik me wel echt goed had ingesmeerd. Het lijkt nu 10 keer zo erg dan dat het is door het stomme autolampje. Nou, het valt best wel mee. Een beetje dan, maar mijn gezicht lijkt nu wel heel erg. Nou, Zack en ik hebben denk ik 3 uur niks gedaan. Nee. En we gaan nu even snel nog een hapje eten bij Padre Nostro. En de keuken gaat over 1/2 uur dicht, dus... We moeten ook nog 10 minuten kwartiertje rijden, dus als we daar aankomen waarschijnlijk gelijk gaan kiezen. Ja. En dan gaan we even eten. Lekker eten. Even iets lekkers eten.
This is the night, it's a beautiful night, and we call it Bella Notte. Zo lekker dat jullie dit allemaal zelf maken. Dat is het lekkerste aan Italiaans ijs. Ja. En Suriname is rijk aan allerlei vruchten. Ja, ze doen er zo weinig mee, ja, toch? Weet je wat me bewogen heeft? Omdat ik al die vruchten op de grond zag liggen. Yo. Dat heeft mij bewogen. Nou, dat snap ik. Dat is ook doodzonde. Nou, wij hebben net bij Padre Nostro gegeten. Echt super lekker Italiaan. Met echt Italiaanse pasta. We hadden ook een pizza, die was ook super lekker. Echt met super veel mozzarella. Heb ik die gefilmd? Ja, toch? Foto van gemaakt. Ja. Even naar de bios. Deze mormels waren alleen. Wat hebben jullie uitgespookt? Fleur, je tuin was gewoon helemaal geharkt. Oh. Kijk dan. Ze hebben het bot begraven. Nou, Zack en ik zijn gisteren nadat we uit eten zijn geweest bij Padre Nostro ook nog naar zus en zo gegaan. Kut mug. Daar was een soort van gay party, omdat het gay month is in Suriname. En daar hadden ze dus een soort van gay parade georganiseerd waar Meert en ik gingen werken. Maar toen was mijn batterij van mijn camera op. Dus kon ik het niet meer filmen. En vandaag hebben Zack en ik letterlijk de hele dag Stranger Things gekeken en gegeten. En toen zijn we naar de bioscoop gegaan met Fleur en Jacqueline en Thiago. En laten we de doggies met elkaar spelen. En nu gaan we even naar Jacqueline en Thiago. Taart eten, want Thiago was gisteren jarig. Begin 9 september heb ik hem nog gezien en hij is bijna verdubbeld sinds 9 september. Put the powder in here and then you put the water here and then and like... And fu- by infusion. It's the opposite. Like a reduction of them. One more. Fleur, Thiago turned 27. It's pretty natural. Oh my god, they're so amazing! See the cast! And the wedding picture. It's so cute. I explained to me. So nice.